Hi guys. Ik zou net een nieuw product uitproberen en ik dacht, nam het direct met jullie delen. Het is lockdown, we hebben niet veel te doen, dus ik vind het helemaal niet erg om te filmen. Oké. BDC Samaka. Traditioneel met een moderne twist. Ik ben ambassadeur van Humaripa Amana Olie Mix, omdat ik het gebruik in mijn haarroutine. Ik heb het in mijn olie mix. Ik heb het hierin. Ik heb hun Maripa Hair and Skin Fat. En ik zet ook hier in mijn Amana en Maripa olie. En vandaag ga ik hun haarmasker proberen. Ze hadden een challenge op Facebook, een voorraad challenge. Je moest een foto maken van de producten van BDC Samaka die je in huis hebt. En degene met de meeste producten en degene met de meeste likes konden leuke prijsjes winnen. Ik had het ook op mijn page gedeeld. En alhoewel niet veel mensen hebben gereageerd op mijn page. Maar dankzij die mensen op mijn persoonlijke account ben ik toch in de prijzen gevallen en heb ik hun haarmasker gewonnen. Hun Avocado Poca haarmasker. Kijk hè. Wat me een beetje zenuwachtig maakt is die poca. Ik heb zo een grote flyer-achtig iets. En dit staat geschreven over die poca-olie. Te gebruiken bij allergie, jeuk, eczeem, hardnekkige puistjes en vlekken, schimmels, wondgenezingen en werk insectenwerend, ingrediënten, poca-noten. En dat staat er in hoofdletters. Vermijd contact met de ogen. Sinds ik me bezig hou met de producten van BDC, is iets die Consuela heel vaak herhaalt, die poca olie mag niet in contact komen met je ogen. Maar het werkt heel goed voor mensen met huidproblemen, eczeem, haarroosjes enzovoorts enzovoorts. Dus die avocado mix poca mag sowieso ook niet in je ogen komen. Dus wanneer je hem gaat gebruiken, moet je je haar niet laten hangen. Je moet hem direct oprollen. En bij het spoelen ook voorzichtig met je ogen. Mensen, voorzichtig met je ogen. Wanneer ze zegt vermijd contact met de ogen, maak ze geen grappen. Geen grappen. EHBO-tori geen grappen. Oké. Dus, laat me even lezen. Deze stuurde me een foto van een label en er staat eerst op kamertemperatuur brengen. Dat heb ik al gedaan. Ik heb hem al een tijdje hier zitten. Mag niet in contact met de ogen, mensen. Ze herhaalt het ook hier. Genoeg voor 2 stoombeurten. Ik denk dat dat afhangt van de lengte en de dikte van je haar. Na het stomen uitspoelen en het haar alleen met shampoo wassen. Zet daarna poca of hoepelolie voor uw haar. Voor verdere behandeling van haarroos. Dus dit is eigenlijk heel goed voor die mensen die last hebben van haarroos. Ik heb geen last van haarroos. Dus dit is gewoon voor mijn gezonde hair journey. Want de laatste tijd gebruik ik meer dingen gemaakt op nature basis. Natuurlijke basis. Wat doet het? Het maakt uw haar bijzonder zacht. Dat staat hier. Voed de haarzakken en verwijdert haarroos. 100% plantaardig Surinaamse Saramakaans Avocado Poca Hair Mask. Ik heb geen last van haarroos, maar we kunnen altijd voordelen halen uit het voeden van onze haarzakken. Dus ga ik het proberen. Precies hoe, hoe het hier is geschreven, ga ik het doen. En dan kunnen we samen kijken hoe en wat en waar. Als dit ook een nieuw product wordt waarvan ik hou. Laten we beginnen.
eerlijk gezegd, ik weet niet als je haar nat moet zijn of droog. Maar ik ga gewoon sprayen. En dan zullen we verder zien wat gebeurt. Dus sowieso, mijn haar moet eerst. Wacht hoor. Even wachten. Dan maar even alles bij elkaar zetten voordat ik gek doe. Even. Even. Ik ben zo terug. Ja, ik ben terug. We gaan het doen, mensen. We gaan die avocado poka hair mask van BDC samenka. Proberen. Ziet er zo uit van binnen. Er staat ook dat je nadat je. Wacht. Na de eerste stoombeurt moet je het invriezen. Ja, koel bewaren en invriezen na de eerste stoombeurt. Dus als er overblijft, gaan we dit invriezen. Oké, ik ga mijn haar nu in secties verdelen. En ik ga dat even snel doen, omdat ik deze video niet te lang wil maken. Orispan. Ik ben terug, mijn haar is in secties. Omdat ik niet zeker ben als je haar droog of nat moet zijn, ga ik hem gewoon een beetje sprayen met water. En dan gaan we beginnen. Let's see how this goes. I'm scared. Ik wil echt niet dat het in mijn ogen gaat vanavond. Ik ga iedereen hier wakker maken. Oh, wacht, 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 wacht. Oké. Oké, let's go. Oh, wacht, wacht. Sorry, 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 sorry. Oké, let's go. Hier heb je hem dan. Het is nog koud. Bepaalde delen die ik te groot vind, ga ik natuurlijk kleiner maken. Maar let's go. Akoro. Is wel zacht. Oh, oké. Is echt smooth. Ik ben terug. Ik heb een plastic zak op mijn haar gedaan zodat het kan gaan stomen. En ik heb een pannie gebonden omdat wanneer je haar zo begint te stomen, gaat hij lekker. En om te voorkomen dat het in mijn oog komt, mijn natrouw wil gewoon lafo. Ik maak geen grappen met die poka. Helemaal niet. Oké, dit is overgebleven. Nog één beurt kan inderdaad eruit. Zie je dat? Nog één beurt kan eruit. Ik ga dit dan invriezen. Ik las daar net iets van. Wat doet het? Het maakt je haar bijzonder zacht. Dat heb ik meteen ervaren. Het momentje je haar vochtig is en je trekt je vingers door je haar met het product. Wauw, Connie. Wauw. Ik weet niet hoe je die dingen doet,
Ik weet niet hoe je op die ideetjes kwam, maar je mag weten dat die avocado poka masker is een geweldig product. Ik moet het toegeven, het is een geweldig product. Misschien doe ik een... Nee, ik ga jullie nog niet zeggen. Want die mensen die niet actief zijn op mijn page en naar deze video kijken, gaan speciaal komen om dingen te winnen. Ik zeg nog niets. Ik ben benieuwd als het zich gaat blijven nadat ik een shampoo heb gebruikt om het eruit te spoelen. Want je weet, meestal na een shampoobeurt is je haar droog, stroef en zo. Ze zegt op de label, alleen een shampoobeurt. Je hoeft geen conditioner te gebruiken, want je haar blijft zacht. Tot nu toe heeft ze helemaal gelijk. Mijn haar is vreselijk zacht geworden. In het begin zag je me struggelen met hoe ik het moest aanbrengen. Maar ik heb direct aan dingen gevonden. Als je kleine scheidingen maakt en je sexy is en je zet het. Want ze zegt, het voedt je haarzakken. Dus sowieso moet het ook op je hoofdhuid. Dus ik heb daarop gefocust. Op mijn hoofdhuid, in mijn haar. Ik weet het niet, Erkani. Ik weet niet wat je doet, but you're doing it. You are doing it, my sister. Zang! Ik ga nu even ermee zitten. Ik ga naar een serie kijken. En dan ga ik terugkomen en mijn haar wassen met shampoo. En kijken als mijn haar zacht blijft. Als ik inderdaad geen conditioner hoef te gebruiken. Laat me zien als ik iets heb gemist. Ja. Dus zoals ze zegt op de label. Het is heel goed voor die mensen die last hebben van haarroosjes. En dan na zo'n stoombeurt. Na je shampoo. Zou je hoepelolie of pokaolie kunnen gebruiken voor je hoofdhuid. Alleen om je haarroosbehandeling compleet te maken. Maar ik heb geen last van haarroos. Dus nadat ik het heb uitgespoeld. Ga ik gewoon of mijn Amana Maripa olie mix. Of mijn Maripa Hair and Skin aanbrengen. Omdat ik geen last heb van haarroos. Ik wil gewoon mijn hoofdhuid een boost geven. Een gezonde boost. Zodat mijn haar gezond blijft groeien. Oké, tot zo. Hi, ik ben terug. Het is intussen al 15 tot 20 minuten. Dit heeft echt geholpen. Hier ben ik wel nat. Binnen van mijn blouse is kijken. Ik denk dat je het ziet. Dus hier achterop werd ik wel nat, maar ik heb gefocust op hier, want... Nou, meneer, ik kan graag dat. Dus ik ga nu uit mijn haar spoelen. Ik ga ook direct baden. Twee vliegen in één klap, want het is avonds en het was mij bijna 12 uur. Dus ik ga ook direct baden, dit uit mijn haar spoelen, shampoo en dan kom ik bij jullie terug. Zo, ik ben ready om te gaan spoelen, maar ik wil jullie toch laten zien wat er hieronder is gebeurd. Laten we hopen dat het niet fataal afloopt. Dan moet dit ready worden. Oh, oké. Okay. Nou, het is mooi gaan stomen. Het ruikt lekker. Het ruikt naar een avocado smeersel voor je brood of zo. Het is gebeurd. Is echt zo. Like extra moist. Zo voelt het aan. Look we nou. Mijn play again this. Ik ga mijn haar spoelen en dan ben ik zo terug. Ja? Ik ben terug. Fris en fruitig. Ik ga maar even olie zetten. Voor mijn face. Hierin heb ik kokosolie, Amana Mix Maripa olie en een beetje Palipu olie. Zo, ik heb mijn haar gewassen. Ik heb alleen shampoo gebruikt zoals afgesproken. Consuela van BDC Samaka. Gefeliciteerd. Meid, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. What? Alleen shampoo. En nog erbij niet eens een sulfaatvrije shampoo. Gewoon een keiharde. Volgens mij die Tonka shampoo met sulfaat. En... Sis.
Sis. Normaal kan niet, Addis Boom. Addis Boom. En daarom promote ik dat dingen. Ze levert gewoon kwaliteit. Ze probeert iets. En if I come boom en ze zet het op de markt, mag je weten. Kwaliteit. Kwaliteit. Ik ga nu mijn haar uitkammen. Hierin heb ik Maripa Mix Amana. Dus ik zet het hierin en dit is het handiger zo lijkt. Weer drie pompjes. Zit Sunny. En ik heb de tijd helemaal onderschat. Ik ben de tijd kwijt met deze hele lockdown. Ik zei het is iets aan 12 uur of zo. 6. Is al bijna 2:30. Ik zet alvast olie aan de andere kant. Ik weet al wat ik met mijn haar ga doen. Ik ga gewoon grote twists maken. Onderschat het niet. Zie je dat? Zie je dat? Haar nog niet eens uitgekamd. Nog niet eens uitgekamd. Ik heb zo makkelijk een scheiding kunnen maken. En mijn haar is nog niet eens uitgekamd. En ik heb alleen shampoo gebruikt. En intussen weet ik al, het maakt je haar inderdaad bijzonder zacht. Je kan werkelijk alleen shampoo gebruiken. Maar nu moet iemand met... iemand die last heeft van haar, dus moet het nu bevestigen dat het echt werkt. Oké, intussen snel een t-shirt aangedaan. En dan gaan we verder. Guys, dan maar snel afsluiten. Ik ben klaar. Ik heb mijn haar getwist. Dit is alles dat ik kwijt ben. Okay, dit is het uitkam. Ik heb intussen ook laten zien hoe ik uitkam. Ik verdeel hem eerst in riepjes met mijn vinger en dan kam ik uit. Ik heb uitgekam met die Amana Mix Maripa. Ik ga direct mijn flesje aanvullen. Het is een geweldig product. Het is een Surinaams product. Ondersteun het. Je weet toch, probeer het. Als jij ook eens bent dat het goed is, ondersteun het. Ondersteun het. Surinaams product betekent niet goedkoper, mensen. Laat me dat alvast zeggen. Dat het een Surinaams product is, betekent niet dat het goedkoper is. Want ook zij moet betalen voor een flessen, verpakkingen, labels, machines enzovoorts enzovoorts. Dus hou daar rekening mee. Surinaams product betekent niet goedkoper, maar ze levert wel kwaliteit. Direct wel aanvullen. Ga en like haar page, BDC Sa Makaganga Sa. Met die hele lockdown moet ze alles doen via haar Facebook page en haar WhatsApp. Dus bestellen kan. Die winkels zijn gesloten waar die producten verkocht worden. Maar je kan haar bellen of een bericht sturen via Facebook. Liever geen app, want iedereen probeert te contacten via app. Liever bel je, anders gaat ze je op blauw laten. Probeer er te bellen of te chatten via Facebook. En, oh ja. Hier. Haar nummer. Als jij het al hebt gebruikt, laat me weten wat je ervan vindt. Bedankt voor het kijken. Bye bye.